Online winkelen, het wordt steeds populairder, vooral ook onder oplichters. Die zijn er namelijk dol op. In deze oplichterstruc zien we hoe ze dat aanpakken. Je bestelt iets wat je graag wil hebben. En je laat het bezorgen op het adres van het slachtoffer. Je zorgt er vervolgens voor dat er betaald moet worden met een accept giro. En een paar dagen later ga je langs om te vragen of jouw pakketje daar misschien bezorgd is. En vanaf dat moment heeft ons slachtoffer een behoorlijk probleem. We bestellen via internet een paar mooie spullen op naam en adres van onze slachtoffers. We hebben gratis visitekaartjes gemaakt met dezelfde gegevens als de mensen op wiens naam we de artikelen besteld hebben. Die gebruikt Carolien om haar verhaal geloofwaardig te maken. Via het online volgsysteem van de post, Track and Trace, weet ze precies wanneer de waardevolle pakketjes bezorgd zijn. De slachtoffers hebben geen idee dat zij er later voor moeten betalen. Hallo, sorry dat ik u stoor. Maar als het goed is, is er een pakketje bij u bezorgd? Ja! Ja. Oh. Kijk, want ik heb hier de orderbon. Wij zijn er al. Ja, excuses. En ik liep op de vloot en ik denk, ik heb niks bezorgd. Ja, ik weet... denk, we hebben onze jongens alles... Oh ja, dank u. Alles zeggen ze, we hebben wat op jouw naam. We zijn niet thuis of weet ik wat. Ja. Zegt, volgens mij zijn ze op vakantie. Ja. Ze zijn er vol. Ze zijn al vertrokken door iedereen. Ja, het is tegenwoordig zo dat je natuurlijk alles online bestelt. Ja. En ik heb de straatnaam ingevuld, maar blijkbaar heeft hij een andere postcode met plaatsnaam erbij gezet. Ja, want mijn goede postcode is... Ja, en u heet AWM en ik heet A-Keizer. Ja. Dus heel toevallig. Nou, gelukkig dat... Ik ga er voortaan op letten dat het niet nog een keer gebeurt. Nou ja, goed als het goed afkomt. En ja. U heeft er niks uitgehaald nee, verder, want het nee, moet wel maar compleet zijn, want nee, het is... Hij was zo gelukkig. Ja, je kunt tegenwoordig, weet je het maar nooit, je kunt niemand meer vertrouwen. Nee, je kan niemand meer vertrouwen, nee. Nog een half uur geleden gebracht. Ik zeg, we hebben het toch niet besteld? Hij zegt, ja, ik zeg, dan stuur ik het wel terug. Dus het, ja, dan krijg je er weer armoei over of weet ik wat. Ja, nou, ik ben in ieder geval super blij mee. Kan ik die van mijn man verrassen morgenochtend. Nee, dat is het goed. Zeg, ontzettend bedankt en excuses voor de overlast. Zeg, fijne dag verder, hè. Dag. Ze geeft het pakket weg, maar moet er later wel voor betalen. We zijn veel te goed van vertrouwen. Ik heet ook Boon van mijn achternaam. Oh. En u volgens mij ook. En ja, ik woon in Hilversum, maar ze hebben het pakketje dus maar in Barend bezorgd. Ik vind het fijn dat u even langskomt. Ja? Ja. Wilt u dat voortaan eventjes goed doorgeven? Het is Barend hier. Oh. Ja, dat is tegenwoordig met online bestellen. Oké. Okay. Dus ja, het is precies hetzelfde adres, alleen in Hilversum. Oké. Maar ontzettend bedankt. Ja, meneer Boon. Alsjeblieft. Zeg dankjewel, fijne dag. Achteraf is het gewoon een enorme leerschool. Ik zal dit nooit meer doen. Hallo. Ah. Sorry dat ik u stoor rond etenstijd. Maar als het goed is, is er een pakketje bij u bezorgd. Ja? Ja, en die is voor mij, die is verkeerd bezorgd. Er staat wel mijn gegevens op. Nou, even kijken. Mag ik eens kijken? Ja, ik heet dus Karin Koors. Ja. En ik woon ook op de Kastanjelaan 21. Maar niet in Baren. Nee, ik heb een andere postcode. Ik heb 1211 AZ, maar in Hilversum. Dus ik heb de bestelling gedaan. En toen heb ik dus online gekeken bij Track and Trace. Ja. En toen zag ik dus wanneer het bezorgd ging worden. Dus ik sta in Baren. Ik denk, hè, dat is raar. Ja. En toen zag ik dat u ook Koors heet met uw achternaam. Ja. Ik had alleen even uitgepakt, want ik was er nergens van bewust. Dus verder staat er niks op voor mij. Ik ging iedereen in of zo. Dus ik ga ja, ik zal ze ook even verder. Bellen dat het niet nog een keer gebeurt verder natuurlijk. Verder. Ja. Ja. Maar super fijn. Ik ben ontzettend blij mee. En sorry dat ik u stoor wel, maar... Okay. Ik ben blij dat ik het weer kwijt. Ja. Zeg ontzettend bedankt, hè. Graag gedaan. Oké, dag. Ik vond het wel een beetje vreemd natuurlijk, maar ik heb het wel gegeven. Ik was eigenlijk een beetje blij dat ik wel weer van het pakketje af was. En ook hij heeft niet door dat hij er later voor moet betalen. Deze bewoners zijn niet thuis. Carolien kan haar bestelling dus wel vergeten. Hallo? Of is er iemand die haar kan helpen? Hoi. Ik heb begrepen dat jij de zoon bent van de mensen die hiernaast wonen. Ja. Hoor ik van de overburen. Ja. En ze zijn niet thuis. Maar ik ben Jolijn Biesterveld en ik kom uit Hilversum. En ik woon dus op exact hetzelfde adres. En ik heb een pakketje besteld. Met schoenen? Met schoenen, ja.
En die hebben ze dus bij je ouders blijkbaar bezorgd? Ja. Ja. Oh, helemaal super. Ik was echt helemaal aan het stressen. Ja, raar, want ik heb gewoon een online bestelling gedaan. Ja. Voor schoenen. Er staat ook Baren op, dus dat... Ja, maar het is dus exact hetzelfde adres. Mm-hmm. Ik heet Jolijn Biesterveld en ik woon dus op de Kastanjelaan in Hilversum. In Hilversum. Oké, komt wel aan. Oh, hallo. Ja, schoenen zijn duidelijk. Ja. Waren voor Kastanjelaan 25 Hilversum. In Hilversum. Dus ik was al helemaal in de stress, want ik heb vrijdag een bruiloft. En dan heb ik deze schoenen voor nodig. Het zijn hele mooie pumps. Dus, ja, dat heb ik gezien. Dus ik zag op Track & Trace online hoe laat ze ongeveer bezorgd worden. Ik denk, oh, ik moet als een speer naar Baren. Om ze even op te halen. Maar ik ben er helemaal blij mee. Dus, Oké, nou, ik ben ook blij dat het mysterie op is gelost. Want we waren echt zoiets fus. Ja. Zeg een hele fijne avond nog. Veel plezier op de bruiloft. Dank u wel, dank u wel. Dag. Oh, sorry. Sorry hoor. Dure kleding, telefoons, tablets en nog veel meer. Caroline heeft het allemaal moeiteloos meegekregen. En de slachtoffers krijgen nog maandenlang accept-giro's voor bestellingen die ze nooit hebben gedaan. €160. Totale opbrengst bijna €800. Inderdaad, zo makkelijk gaat dat. Elke week is hij weer bij ons te gast en zo ook vandaag Bernard Jens, woordvoerder van de politie. Ja, dat internetshoppen, dat is wel iets tegenwoordig, hè? Ja, het is natuurlijk booming business, hè. Wie bestelt tegenwoordig geen spulletjes op internet? Dus ja, het heeft een enorme vlucht genomen. Ja, maar goed, als er een pakketje bij mij gebracht wordt, daar staat mijn naam op en ik hoef niks te betalen, dan neem ik het aan, maak ik het waarschijnlijk ook meteen open. Ja, dat is de nieuwsgierigheid, die zou ik denk ik ook wel hebben. Ja. Maar als ik dan zie, hé, het is echt niet van mij, dan moet je het gewoon terugsturen naar de leverancier. Meestal zit er wel een kaartje in. Ja? En dan kun je het gewoon terugsturen naar de leverancier. Dus niet zomaar aan een willekeurig iemand gaan afgeven. Oké. Maar het komt vaak voor? Heb je nog aparte... Nou, ik weet toevallig zelf vanuit het Utrechtse dat wij een geval hebben gehad waarbij iemand zeg maar, het adres van zijn schoonmoeder, die inmiddels al er niet meer was, dat hielden ze nog aan. Daar zetten ze een mannetje neer en dan lieten ze alles op dat adres bezorgen. En dat mannetje dat pakte iedere keer maar die spulletjes die zeg maar, besteld werden, maar er werd natuurlijk niet betaald. Nee. Goed, mocht u dus ineens een pakketje geleverd krijgen, let dan heel goed op. Check altijd of het pakketje voor u of misschien voor een gezinslid is. Neem altijd eerst contact op met het bedrijf waarvan het pakketje afkomstig is, als je het niet vertrouwt. En... is het pakketje niet van u, retourneer het via de officiële weg. Zo bewijst u dat het pakket niet meer in uw bezit is.